Harry Hendricks, topman van Philips, heeft vandaag bij zijn officiële afscheid een koninklijke onderscheiding gekregen. En daarom, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, doet het mij een buitengewoon groot genoegen, Hendrikus Josephus Gerardus Hendricks, je te kunnen berichten dat Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd je te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hendricks kreeg de onderscheiding omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor de economie in de regio en ver daarbuiten. Begin mei trad hij af als directievoorzitter van Philips Benelux. Ik heb net werd ik aangehaald als zijnde iemand die heel veel uitdrukking gebruikt. Daar werd er eentje niet genoemd, die heb ik net nog eens herhaald. Dat is dat wij in het land niet over het paard geteeld zijn, maar over de hele manege heen gesmeten. En dat laatste is mij dus zojuist overkomen. Inmiddels is Hendricks begonnen aan zijn nieuwe functie binnen Philips. Hij is nu verantwoordelijk voor government en public affairs. Dat betekent dat hij allerlei technische en slimme innovaties onder de aandacht gaat brengen bij overheden. De pensioenproblemen en de woningproblemen, de kracht van Duitsland.